In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation. When you put your trust in God, nothing can stop you. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power. Welkom bij Hour of Power. En fijn dat u en dat jij kijkt. Ik zit hier naast iemand die is een held van het veld geweest. En helaas kwam daar een einde aan, maar daar gaat ze over vertellen. Je hebt ze bij je, want je speelde in het Nederlands vrouwenelftal. Ja. Die mooie schoenen. Bijzonder verhaal heb jij, hè? Hoe een hersenschudding je leven totaal veranderde. Maar je bent nog steeds een fantastische voetbalvrouw. En daar ga je over vertellen. Topscorer. Echt, er ging geen bal voorbij of er ging het doel in, toch? Juist. Oké. Nou, daar ga je straks over vertellen, want ik heb het over Rianne Schorel. En dan Brian Head Wells is een bekende gitarist, zanger van de heavy metal groep Korn. Hou je van heavy metal? Ja, leuk. Hè? Ja. Oh, nou, ik niet. Goed. Wat in zijn leven gebeurd is, vertelt hij zometeen aan Bobby Schuller. Bobby Schuller spreekt overigens over het thema rust vinden te midden van de storm. En het koor zingt het jubelende Come Thou Fount of Every Blessing. Nou, Rianne, we gaan je straks interviewen. En ik hoop dat iedereen geniet van deze uitzending van jou en uw Hour of Power. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. Good morning. And welcome, church family and visitors. We are so happy you're here. If this is your very first time to be here, we want you to know that we don't want anything from you, but we do want something for you. We love you. Thank you again for taking the time to be here. And we really are so excited you're here. Enjoy the time and remember that the Lord is here. And this is an audience of one. It's for him, everything we do. So, Father, in Jesus' name, we thank you that you love us. And I pray for everyone under the sound of my voice that today, Lord, they would leave here with a word from you, with serenity and peace and tranquility that can only come from your Holy Spirit. Thank you, Lord, that you've forgiven us of our sins, that we've received justification, righteousness, goodness, fullness, and favor from you. And we thank you for it. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. Standing
The words of Jesus found in John 14:26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Lord, today we receive the peace you left with us. We take in the peace you have given us. In your powerful name we pray. Amen.
We are so excited to have Brian Welch back with us today. He is one of the guitarists from the band Korn, and he's also an author and has a new documentary out called Loud Crazy Love. Please welcome back with me Brian Welch. Hey, man, how are you? Good to see you again. Good to see you, too. So you were here a couple years ago telling your story about your book that came out and about your struggle with drug addiction and coming to faith in Jesus and, like, what it means to be in this super hardcore heavy metal band on one hand and yet still have this inner life of God on the other. And it's an awesome story. And it's such an awesome story that this big documentary is being made about your life now. Yeah, because it's such an interesting thing. But before we get to that, tell me about your life. What have you been doing the last couple of years since we saw you? Oh, travel. And trying to better myself as a dad, as a believer, as a musician, in every way. So pretty much, though, I'm not home for more than a week or two. It's pretty sad. Yeah. You even said last night you only got 3 hours of sleep just so you could be here with us. So I think it's a big honor that you would you'd do that. Thank you. I'm on the rock and roll time. That's it, man. Rockers don't need sleep. They just need music. Right. So tell me about this documentary. It's called Loud Crazy Love, and it's about you and your daughter and your music career. Tell me about that. Yeah, it's basically a movie about my daughter being born into the crazy rock and roll world entertainment business. Her birth was actually announced on MTV because I canceled the Ozfest in the UK to be at home for her birth. And Ozzy didn't like that. And he said, who's having the baby, him or his wife? And so, I wanted to be there. So, so the movie's about her and being born in that crazy world, the damage done to our family with the drugs and all that, and then the healing through Christ. And it's really a happy ending, actually. Yeah, and I don't want to, like, give away too much of it, but you would say, I mean, it's such a great testimony that you've been there. You had a rough time as a kid, right? When you were a kid, music, heavy metal music for you, gave you solace. It gave you sort of a way to voice a lot of your feelings of anger, right? And so this is a big part of why you went into heavy metal, right? Yeah, exactly. But, I got bullied a lot when I was growing up. The kids grew up before me. They got taller. They went through puberty before me. And so they would smack me around. And so I just went in my room and just, I would just get lost in AC/DC and Ozzy and all these bands. So, it was just my thing, I wasn't good at sports. Everybody said, oh, look, he throws like a girl. And so I wasn't good at sports. I wasn't good in school. The only thing I was good at was guitar. Yeah. Well, you're good enough at that to be an ultra success, but for you, that success really it wasn't the best thing in your life, right? I mean, for you, you still love music and you're still in Korn, you're still doing great things. You had this moment where really Jesus Christ pulled you out of drugs. Yeah, it was the foundation was wrong. Everything, my motives were, I didn't have God as a foundation. I didn't know what life was about. Mm-hmm. And so it was just like, music, party, and all that stuff. And that's a crack. That foundation will fall to the ground quick if you're not, And so, Jesus came in, and I actually asked him, I don't know if I told you earlier, but I asked him into my heart when I was 12 and didn't tell anybody. I just heard he was a savior, fire insurance, I guess. I don't know. I was like, if you're real, And so, but when I was messed up on crystal meth, I thought back to when I was 12. I wonder if that meant something. And I need to focus back on that. Big part of the story is Jenna, your daughter. Yeah. And I imagine she must have seen that change in you as a kid. Yeah, totally. It was, at first she just was all lit up for Jesus. She was like, she's 6 years old and she, to her, Jesus made her dad be home every day, Yeah. But then she started growing up and I raised her in the church. So she has like the crazy memories from back in the day, but then she has this like kind of like a preacher's kid. Yeah. And so she got the good and bad of that too. And so your dad can't have tattoos. Your dad, she's heard a lot of that, so she got wounded too. And so the movie deals with a lot of her issues as well as she went into self-harm, she went into suicidal threats and everything. And so
after I gave my life to God, I was losing my daughter, and so all that struggle is in the movie, and it's real and raw. The movie is. Well, it's an awesome movie. I want to encourage everyone to see it. It's called Loud, Crazy Love. Brian, thank you so much. We appreciate you. Thank you. Thank you. God bless you, man. Thank you. We'll see you. En dat was Kelly Cruz en ze zong Sing a New Song. Nou, soms vergaat de lust om te zingen je. En dat heeft alles te maken met een toptalent wat hier naast me op de bank zit. Je hebt al even in het begin van dit programma kennis met haar gemaakt. Rianne Schorel. En laat ik dit zeggen.
Als het niet mis was gegaan, dan hadden we in Nederland gezegd, Rianne Schorel, oh, die kennen we. Dat was de topper van het oranje voetbalvrouwenteam, noem maar op. En ja, het is het allemaal niet geworden. Nee. Nee. En veel mooier niet. Ja? Uiteindelijk wel. Knap dat je dat zegt, hè. Zullen we eens even kijken naar een stukje over jouw leven? Lijkt me goed. Dit is Rianne van Schorel en die doet het werkelijk schitterend. Fantastisch doelpunt van de spits van ADO die 5 jaar lang in Amerika heeft gewoond, daar ook heeft gevoetbald. En in het Valhalla van het vrouwenvoetbal heeft ze duidelijk wel wat geleerd. Goeie aanname en een fantastische afronding. Geen kans voor Gave van Poeken, de keeper van Heerenveen. En dat heeft zo'n zeer goede start in de Eredivisie, want ADO heeft 6-2. Mooie start voor Sarine Wichman, onder andere door een zeer fraaie treffer van Rianne van Schorel. De bal voor ADO, Schorel. Speler met nummer 11, die draait binnen door bij Dolstra en die schiet over. Laten we even beginnen. Hoe groeide je op? Waar ontstond jouw fascinatie met voetbal? Ik had 3 broers en 2 zussen en een tweelingzus. En mijn broers voetbalden. En ik wilde gewoon meevoetballen met ze. Samen met mijn zus. Dus stiekem gingen we soms het huis uit. We zaten op de boerderij, gingen we voetballen. Maar het was gewoon mijn passie. Werd gewoon, ja, ik wilde gewoon de beste zijn. Was het een passie of een obsessie? Beide. Ja? Ja. Denk ik. Ja. Ja, want je was ongekend fanatiek, hè? Ja, absoluut. Ik was 14 en toen zeiden mijn ouders van, nou, voetbal is niet voor meisjes, dat is alleen voor jongens. Ja. Ze vonden het helemaal niks. En op een goede dag zeiden ze van, nou, we hadden gehoord dat het toch ook een talent kon zijn. En was van, nou, dat mag wel, maar dan moet je eigen team starten. En heel snel werd ik gescout. En toen vloog ik alleen naar Amerika voor de eerste keer toen ik 16 was. Toen al? Mm-hmm. Ja. Want in Amerika, daar kom je niet zomaar terecht. Je moet echt top of the bill zijn, zoals het daar heet. Ja. Wil je naar een school kunnen? Ja. Of een universiteit die dan ook nog alles voor je betaalt? Ja. Maar ze zien zoveel in je dat ze zeggen van, nou, die willen we hebben. Ja, dat was ook het geval. Je gaat voetballen en je komt in de hoogste regionen terecht. Je staat zelfs in de Hall of Fame. Mm-hmm. Hoe was dat voor je als jong meisje van het platteland om daar in Amerika een gevierde ster te zijn? Ja, ik ervaarde het nooit als een ster. Ik had echt zoiets van, nou, we zijn een team en ik vind het gewoon fantastisch om te doen. Dus ik zag het altijd als een soort missie. En dacht je toen al, jongens, ik ga een keer terug naar Nederland. Dan kom ik bij de top van het vrouwenvoetbal terecht. Nou, ja. Ja? Ja. Daar droomde je van? Toen ik jong was, inderdaad, mijn zusje en ik droomden. En zei, vertel jij eerst het verhaal. Ze ging altijd over voetbal. Dus ik was Frank de Boer en zij was Ronald de Boer. En dat was echt, dat was onze droom. En toen brak zij haar been op haar 15, voordat ik naar Amerika ging. En toen zei ik van, haar droom viel in duigen, onze droom samen. Toen zei ik van, nou, ik ga het Nederlands elftal halen voor je. En dat heb ik eigenlijk altijd in gedachten gehad. Dus ik wist dat ik op een punt toch terug moest. Ik moest die droom waarmaken. Op een gegeven moment word je naar Nederland geroepen. Ja. Want ze ontdekken dat je een toptalent bent en ze willen je graag hier hebben. Waar begon dat? Bij ADO, ja. Mooi om terug te zijn? Heel mooi. Het was heel dubbel, omdat je eindelijk droomde van het spelen in stadions. Daar droomde je over. En op een gegeven moment is het zover. En ik van, hé, dan loop je door de stadions. En ik van, nou, dat kan toch gewoon niet? Het kan niet waar zijn. Het was zo'n mooie ervaring. Ja. Je gaat topvoetballen en dan komt de klap, letterlijk en figuurlijk. Want wat gebeurde? Ja, ik kreeg een hersenschudding. En ik viel, ik was buiten bewustzijn. Gebeurde op het veld, hè? Ja, op het veld, ja. Vertel even, neem ons even mee in dat verhaal. Ja. Nou, het was op winterdag en een teamgenoot van mij die schoot op het doel. Ik zag het niet aankomen. Dus ik was echt in de heat of the moment. Het was zeg maar de tweede helft. En ik had er zoiets van, nou, we moeten scoren. En nou, ik kreeg die bal, ik raakte buiten bewustzijn en ik werd wakker. En mijn fysio had gezegd dat die zei van, joh, Rianne, wat is het stand? En ik weet het allemaal niet meer. Maar vanaf het moment dat ik wakker werd, wist ik alles stuiterde, zeg maar. Alles was anders. Maar alles wat ik wilde, was gewoon weer spelen. Dus ik stond gelijk weer op. En sindsdien, En ze liet het veld weer opgaan? Ja, ze liet het veld weer terug opgaan, ja. Zou nou niet meer gebeuren, denk ik? Nee, daar zijn ze nu toevallig strenger mee bezig. Ja. Omdat er wel echt maatregelen zijn. Je hebt dan een enorme optater gehad. En wat gebeurt er in die dagen daarna? Want dan komt het, hè? Ja, dan ga je nog wel door. Maar dan rijd je tegen je vader zijn auto op. En dan, je denkt, wat is er met mij aan de hand? Het klopt allemaal niet. Alles spint en alles is duizelig. Je voelt je gewoon niet meer jezelf. En je blijft maar doorgaan. En op een gegeven moment dan, moet je toch een keer naar de huisarts.
En die zegt van, hé, dat klopt helemaal niet zo. Je gedrag en alles, wat je ervaart, dat is inderdaad... dat lijkt me logisch dat jij een hoofdblessure of een hersenschudding hebt opgelopen. Of een zware hersenschudding, zei ze toen de tijd, en een whiplash. Je kon eigenlijk geen enkele prikkel meer hebben. Als je naar de supermarkt ging, dan was je dood op. Als je geluiden hoorde, dan kon je dat niet aan. Nee. Het is toch wat als je dan wil spelen en je gelooft ook dat God aan je kant staat, als het ware. Ja. En je moet dat doormaken. Had je niet eens af en toe tegen God, waarom? Ja, had ik wel. Vooral omdat ik had er nooit over nagedacht. Het brein werkte altijd. En ik had zoiets van, ik heb wel vaker een klap tegen mijn hoofd gehad. En ik kon me niet echt indenken van, hoe kan ik opeens van helemaal... van alles naar helemaal niks gaan. Dat ik gewoon niks meer, geen geluid kan verdragen, geen lichten, geen familie, geen vrienden. En het enige wat ik had, was mijn kleine kamertje en ik. En dat ik echt zei van, ik kan me niet voorstellen. Ik was gewoon zo goed bezig. Dus ik raakte daar ook wel echt van in de war. Ik dacht van, dat kan gewoon niet goed zijn. En ik was best wel boos op God. Ja? Ja, ja, heel boos. Hoe boos is boos? Ja, boos. Dat ik zei op een gegeven moment, ik heb echt een periode gehad dat ik er niks van hem wilde weten. Ik zet hem gewoon aan de kant, ja. Dat hielp ook niet? Nee, ik voelde me koud. En ik merkte gewoon echt een leegte in mijn leven. Ja. En ik vond dat, ik had iets van, met God in mijn leven was ik had vrede. En het was heel anders. En zonder God was het gewoon niet. Ik kan het goed begrijpen als je zo ervoor gaat en dan overkomt je dat. Dan maak je weer een rentrée, hè, na een hele moeilijke periode. Ja. Hoe was dat om weer terug te keren op het veld? Ja, ik vond het fantastisch. Ik had zoiets van, het mag weer, het kan weer. En je hebt weer, je hebt dingen geleerd. Dus je was eigenlijk heel dankbaar. Ja. En keek eruit. Hoe goed was je toen goed? Ik was wel nog goed, ja. Ik was ook bezig met de Bundesliga toen de tijd. Ik kon wel, denk ik, er goed meekomen toen de tijd. Ja? Ja. Ja. Wat was jouw sterkste kant als het om voetballen gaat? Scoren. Ja? Ja? Ja, doelpunten. Ja, absoluut. Ja. Ze gingen er allemaal in. Ja. Het zei mijn coach altijd van, she's just made to score. She always knows how to find the goal. Ja. Dat ze altijd weten. Want hoe doe je dat? Want je bent dan een anderhalf jaar weg, dus je komt weer terug. En je wordt toch weer een topspeelster. Mm-hmm. Ja. Je weet gewoon waar het doel is. Het is het instinct. Je gaat dus de bal komt eraan en denk je... Dan gaat hij er gewoon in. Tel eens even op, hoeveel scores heb je... Ik heb dat nooit bijgehouden, maar ik weet het wel veel was geweest. Honderden, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Ik heb dit boek van jou in mijn handen, dat heet Leven met een hersenschudding, waar je eigenlijk je levensverhaal over voetbal beschrijft. We hadden net over weer terug, toen gingen we goed, dachten over de Bundesliga. Mm-hmm. En toen gebeurde dit. Misschien wil je het zelf uit je boek voorlezen. Waar was dat? Dit was bij Utrecht. Tijdens de start van het voorseizoen in augustus 2010 ging ik voor een kopbal. De bal was in de lucht en ik wilde de bal absoluut hebben, maar met mij ook een andere speelster. Onze hoofden kwamen tegen elkaar aan. Ik was opnieuw geblesseerd. Oh nee, niet weer. Het komt wel goed. Ik kon niet anders doen dan mezelf geruststellen met deze gedachte. Echter, al mijn hoop kwam naar beneden gestort, terwijl het verleden me achtervolgde met de donkere herinneringen aan de eenzaamheid, pijn en depressie. En wat gebeurde er dan? Ja, uiteindelijk ben ik wel weer in isolatie terechtgekomen. En weer, door het donkerdal. Weer alleen, eenzaam. En niemand begreep het ook. En zover mijn familie begreep het ook niet. Want ik was niet meer de Rianne. En dat was wel heel frustrerend, want je ziet het van de buitenkant niet. Dat maakt het ook zo eenzaam en ook zo alleen. Ja. En juist door die donkere periodes gaan. Ik bedoel, ik denk dat iedereen dat in zijn leven wel meemaakt. Maar die donkere... Jij hebt wel een beetje meer gekregen, vind ik. Ja, het was wel op een gegeven moment best wel... In Psalm 23 staat, zelfs dan ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Ja. Ken je dat gevoel of vrees je wel voor alles? Nou, ik vreesde niet voor alles, maar op een gegeven moment raak je oké met alleen zijn. Dan is het veiliger, het beter. Zeg je nou, raak je oké met alleen zijn? Ja, dat klinkt heel raar, maar je bent oké dat je gewoon alleen in je eigen huis zit of in je eigen plekje zit. En dat wordt je veiligheid. Ja. Omdat de buitenwereld die snapt je niet. En je snapt ook niet wat er met je aan de hand is. Dus als je eenmaal in een depressie zit, gaat door een tunnel, maar je ziet het einde niet meer. En dus je bent eigenlijk gewoon een beetje onbereikbaar. Ja. Zo onbereikbaar dat je... Wat wil je schrijven wat je hier schrijft? Ik deed een zelfmoordpoging. Mijn broers en zus hadden het er moeilijk mee toen ze erachter kwamen dat ik zo diep in de punten had gezeten. Ik kan me de knuffels herinneren en dat ze me stevig vasthielden, terwijl ze me vertelden dat ik nooit meer moest overwegen om mijn eigen leven te nemen. Ja, zo diep zat ik dat ik dacht van wat moet ik nou? Weet je wel, niemand heeft wat aan mij. Het leven was donker en koud en kil.
En ja, ik voelde me echt heel, heel eenzaam. Ja. Terwijl ik gewoon zoveel lieve mensen om me heen had. Maar die kwamen niet meer binnen op dat moment. Ze konden er niet bij. En ik liet ze ook niet meer toe. Heftig, joh. Ja. Yeah. Dat was hartstikke jong. Ja. En ik weet, mijn vader zei ook, hoe kan dat dan? Ik zei, ja, pap, als ik het kon uitleggen. Maar op dat moment kon ik het niet. En nu kan ik het wel. Maar het is zo belangrijk om wel erover te praten. Ja. En dat deed ik eigenlijk niet. Ja. Het is zo belangrijk. Ja, want heel veel mensen, als ze erin zitten, is de weg eruit bijna onmogelijk. Ja. Want dan zit je erin je weet geen uitweg. Nee. Maar je hebt jezelf hervonden. Want wat doe je nu? Nu zeg maar, heb ik een trainingscentrum samen met mijn tweelingzus. En we helpen mensen met onder andere hoofdblessures. Dus werken zeg maar aan het brein. En dus mensen die eigenlijk niet functioneren, die helpen weer om heling te vinden. En nou ja, het is echt fantastisch om mee te maken dat die mensen ook weer hoop hebben. En ik ben ook een spokesperson voor mensen die inderdaad of hoofdblessures hebben. Of nou ja, het kan maar depressies, gewoon van, hey, weet je wel, geef niet op. Er is hoop, weet je wel, er is meer. En dat heb je ook geleerd in de tijd dat jij in Amerika werd geholpen. Ja. En zware therapie kreeg. Ja. Ja. En dat pas je nu hier toe. Ja, en we werken ook met de nieuwste innovatieve zeg maar, technologie. Waardoor we ook zeg maar, echt met het brein aan de slag kunnen. En waardoor we mensen weer nieuwe paden aan kunnen maken. En met hun gedrag erbij, waardoor ze gewoon weer mogen. Eigenlijk ben je gered door je tweelingzus, hè? Die op een gegeven moment. Ja, zij was echt een steun en toeverlaat geweest. En ik kan haar voor eeuwig dankbaar zijn dat zij, zonder haar zat ik hier niet. Dus van sterspeler als kind, mm-hmm, naar topvoetbalster, naar nu iemand met een eigen organisatie. Mm-hmm. Noem die eens? Move the Brain. Move the Brain, ja. Ik vind het een hele mooie. Ja. Om anderen te helpen, omdat je zelf hebt meegemaakt wat het is. Ja, eigenlijk elke week zie ik dat als er mensen bij mij in het centrum komen en dan zeg ik, het komt weer goed. Je wordt een nog betere versie van jezelf. Ja. Weet je, wees eerlijk. Weet je, heb geen schaamte. Want als ik nu terug heb, denk ik van het is zo belangrijk dat je vertelt aan iemand, als het maar één persoon is, hoe het echt met je gaat. En ik zeg ook tegen mensen die kijken van, wees lief voor elkaar, weet je wel. Je weet niet wat er bij een ander omgaat. Ja. Soms ga je door diepe dalen en voordat je pas kan aannemen dat God genoeg is. Ja. Je hebt ongelooflijk goed beschreven de pijn waar je doorheen bent gegaan. Wat zou je tegen anderen zeggen? Ja, God is zo echt. Hij kijkt gewoon naar je en hij wil gewoon dat je zegt van, joh, weet je, vraag hem gewoon, praat met hem. En je zal merken, er komt een rust en een vrede. Hij is er gewoon. Hij is er gewoon, ja. Alleen het gaat meer om acceptatie, zeg maar. Van, wil je hem ook echt aannemen? Ja. En niet het zoeken van naar alle waaroms, weet je wel. Een klein kind, die neemt het ook gewoon aan. Ja. Heb je een Bijbeltekst die zegt van, nou... Ja, ja? Absoluut. Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen. Juist. Door God die mij kracht geeft. Ja. Prachtige tekst. Ja, een heel hartelijk dank. Ik ga afsluiten. Wat is je droom? Dat mensen herstel mogen vinden in hem. En dat ze mogen weten dat er hoop is. Wow. Op alle vlakken. Dankjewel voor het openhartige gesprek. Ik vond het ongelooflijk bemoedigend hoe jij door de diepste dalen bent gegaan. En nu bent wie je bent, een stralende persoonlijkheid. Ik geef je graag een cadeautje mee. Nou, want leuk. Toen je in Amerika studeerde en laatst ook nog ben je in Shepherd Grove geweest. Bij, je kent Out of Power, je kijkt ernaar, samen met je ouders. Ja. Iedere dag geliefd, 365 aanmoedigingen voor een positief leven. Nou, dat gaat zeker goed komen. Ja. Hartstikke leuk, dankjewel. Vond je het moeilijk om het verhaal te vertellen? Nee, helemaal niet. Nou. Ik heb geen schaamte. Er is geen schaamte bij God. Hey. Goede manier om afscheid te nemen. Dankjewel, Rianne. Alsjeblieft. I've lost some good friends along life's way. Some loved ones departed in heaven to stay. But thank God I didn't lose everything. I've lost faith in people who said they care. Times of my crisis, they were never there. But in my disappointment, in my season of pain, one thing never wavered.
Friends, would you hold your hands out like this as a way of receiving? Let's say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, today we're beginning a new series, Serenity in the Storm. That whatever storm it is we're going through in life, whatever challenges we're facing, that God can give us a serenity, a peace of mind, a clarity of thought, and a purity of heart to endure whatever challenge we're going through. Whoever you are today, whether maybe you're going through a financial storm, or maybe you're going through a health storm, maybe you've lost a loved one, or maybe your relationships are not going the way they should be, I want you to know that in the midst of it all, as you have, sometimes you might have sleepless nights or different challenges or things that come your way, God can give you a serenity of mind and heart that will help you get through whatever it is you're going through. God wants to give you some freedom today. And the freedom doesn't mean to let go of responsibility. It means to hold the responsibility with stronger arms. That it's not you who holds it, but the Lord who holds it for you. And we're going to learn what that means today. You know, so often we forget that all of us have this need for serenity. We need serenity. It's something that drives so many of us, and we only feel it sometimes almost like when we haven't had it long enough. How many of you have just thought, oh man, this has been too hard a week, too hard a month, too hard a year, I need a vacation? And then you go on vacation and you get home and you say, oh my goodness, I need a vacation from my vacation. Especially if you got little kids. Oh man, a vacation very often can make you feel more stressed. It can make your relationships worse. It can make things harder. And people will pay out the nose for these experiences because they want a sense of serenity. You might have felt your need for serenity the last time you couldn't sleep. Anybody who's tossed and turned for hours at night, you feel tired in your body, and yet your mind is going a million miles an hour thinking about this or that, and you can't sleep. You know what that feels like. You feel like you'd do anything, pay anything, go anywhere to just fall asleep. I remember once Hannah and I, we were, back in the day, we didn't have children. We were working with the youth group, and they had these things called all-nighters. And in an all-nighter, you get a bunch of hormonal teenagers high on sugar, and you take them out all night bowling and going to shows and doing things, and somehow this is supposed to help them as Christians. We haven't quite figured out how that, but it's fun, you know. It gets them in church, and you stay up until like 6 or 7 in the morning. And then I remember, you know, when we were done, we went home. It was about 7 o'clock in the morning. We rolled into our house. We were exhausted. We slept for maybe 30 minutes or so. And then we had forgotten, we were renting a house we lived in, we forgot that our landlord had scheduled a roof repair that day. So about 30 minutes into sleep, we started hearing, bang, 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 bang. And we were just so, we finally went to the youth house where we just were that was now vacant, turned the lights off, and I fell asleep on a beanbag. There was a dry Cheerio on the bag that was pressing against my cheek, and I didn't even care. So this is how we feel when we can't sleep, when we can't be present, when we're spinning our wheels, when we're worrying, when we're anxious. We just would do anything for some serenity, for a break, for some peace of mind, for a peaceful heart. And I want you to know it is good to seek that. It's good to want that. You deserve it, and God's going to give it to you if you follow him and trust in him. There is so much fruit that comes from being a person who is tranquil and at peace with yourself and with your environment. People who are at peace are more merciful. They're more easygoing. They're more forgiving. They're more gracious. It's easy for people who are at peace to grow, because when somebody needs to confront them or challenge them on something, they receive it with open arms. It's easier for people to learn when they're at peace, because they have an openness sort of to knowledge. People who are at peace are easier to be friends with and easier to be with. And so it's easier to be in better and deeper and more meaningful relationships. But most of all, people who are at peace and who are tranquil are leaders.
To be a leader does not mean to be anxious and to be amped up all the time. To be a leader means to be tranquil, at peace. In fact, in leadership studies, they call the leader the non-anxious presence in the room. Picture this. You're in a room full of people and the building is on fire and everyone is freaking out. And one person stands, it's the least anxious person, and she stands up and says, "Ladies and gentlemen, please relax, don't be afraid. In a calm and mannerly order, exit this door and take the stairs down out of the thing," right? And what does everybody do? Everybody does exactly what she says because she's the calmest one in the room, because she's the non-anxious presence. Not being anxious is a sign that you have wisdom or knowledge. And by the way, serenity is a part of God's promise to us. Throughout the Old Testament, there is this theme that those who are in covenant with the Lord will enter his rest. The world's promise to you is anxiety, worry, fear, but God is none of those things. God is good. He's only good all the time. He's on your side, and he wants to give you this gift today, serenity. Serenity of mind, peace of heart, is the fruit of faith. When you have knowledge that things will be okay, even though they're not great right now, you receive a type of serenity. And so today, I think Rabbi Jesus wants us to inherit this. This idea that we don't need to go on vacation to be relaxed. We don't need money to be relaxed. All we need is Jesus Christ. That if we are with him, everything will be okay in your life. So Jesus was relaxed. He really was, by the way. One time, there was this mob that was trying to stone him to death, and he was just like, nah, and just very calmly walked through this raging mob of people. Another time, people wanted Lazarus to be healed because he was sick, and Jesus, I guess, just thought, I'll take my time, I'll just raise him from the dead if he dies. And most importantly, and this is so endearing to a middle-aged American man like yours truly, Jesus loved to take naps. I love naps. Jesus loved naps. Therefore, I'm Christ-like. No, Jesus loved naps. And it was actually astonishing. The most famous story of Jesus taking a nap, of course, is when Jesus sleeps in the storm. They were parting from a crowd of people who were trying to get close to the Lord. And so they all got on this boat to cross the Sea of Galilee when a raging storm erupted. In Matthew chapter 8, verse 23, "Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was taking a nap. The disciples went and woke him saying, 'Lord, save us, we're going to drown.' He replied, 'Oh, you of little faith, why are you so afraid?' And he got up and just rebuked the winds and the waves. 'How dare you?' You know, and it was completely calm. The men were amazed and asked, 'What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him.'" You know, for these men, this was a very scary thing. We forget sometimes that actually in the first century, even though they were boatsmen, they were fishermen, most sailors, fishermen, and people in the water didn't know how to swim, as crazy as that is. It's just never learned. It was not a part of their training. And particularly in a storm, they knew if their boat sank, they would die. So this is very scary. And in their cosmology, they have this sort of odd way of viewing the world. They believe that large bodies of water are sort of the gates of hell. They're afraid that there's rumors of this Loch Ness monster type thing in the Gennesaret too. Maybe that's what this is. There's all of this stuff going on, and they just can't get to shore, and the storms are raging, and the waves are crashing over, and of course, Jesus is taking a nap. One of my favorite paintings, actually, was the depiction of this story by Rembrandt, the famous Dutch artist. We actually have this hanging on our wall at home. This painting was stolen from Boston in 1990, and it currently hangs in our kitchen. The two are unrelated. Full disclosure,
We paid someone in China $200 to paint this for us. Anyway, it's on our wall, and it actually was stolen, which is very sad. But it's an amazing painting. I love all of Rembrandt. But every morning I'm drinking my coffee, and for years I've looked at this painting. And it's been maddening because there must be some really good scholarship work done on it, but I can't find any online. I haven't looked in a library, but it seems that there's no consensus about who is whom in this group of people. And there isn't even a consensus on how many people there are in the painting. Almost everyone, almost all of these scholars say there's 14 men on this boat, but I clearly see 15. And I will get to that in a minute. So that alone, to me, defies credibility for some of the people who are commenting on this painting. So here you'll count there are 15 men on the boat. There's Jesus. And first of all, one of the interesting things is like, here's Jesus, and there are some guys up here trying to fix everything. There's a guy down here. So this is the question. This man right here is looking right at you, is he not? He's looking right at you. He's holding onto this rope and holding onto his hat. That is a self-portrait of Rembrandt. Rembrandt paints himself into the story. A man who endured incredible suffering as a Christian. He lost 3 of his 4 children. His wife died and his mother died. And he just endured an incredible amount of suffering. And here he paints himself onto this boat with Jesus, almost like he's the only one that knows you see what's happening. Very often people will say this is Peter, but this is not Peter. I believe this is Judas Iscariot. This is why the rope is hanging around his neck. Judas is a reflection of when we try and control our situation. Here's Judas. He's at the thing. He's at the orb. He has the illusion that he's in control, that he has power, that everything's okay, but clearly he's wrong. These men up here are trying to fix everything. They know everything's bad, but they feel that they have the power to fix it. And boy, are they wrong. The more they're working on it, things are getting worse. This guy's maybe going to go overboard. I believe this guy up here is Peter because he's the oldest one. You have a guy here. Maybe you feel that way when you're going through your storm. You're like, I can fix this. I can fix this. But you just can't. Maybe you feel like this guy. You just want to throw up. This couldn't get worse. It's the worst ever. These guys here are sort of angry at God, angry at Jesus. They're yelling at him, how dare you sleep in this storm? One man is praying. Perhaps that's John, the disciple Jesus loved. I don't know. And here's the 15th one that nobody seems to notice right here, hiding in the shadows. It's clear to me that's Satan. So you have Jesus here bringing light in the dark part of the painting, and Satan here bringing dark in the light part of the painting. Rembrandt truly was a genius, but what he's telling us is that whenever we're going through a storm, these are the many types of things we try to do, but our salvation is in one place, in one place alone. It's right here. We run to the Lord. We wake him up. We trust him. And he wakes up and he says, oh, this is my storm. It's no problem. Be calm. See, at the heart of everything, this is how we attain serenity as disciples of Jesus. It's not by believing in the illusion of control. It's not by trying to fix everything. It's not by throwing up. It's not by getting angry. It's by coming to the Lord and just saying, Lord, here it is, and trusting that being with Jesus on a boat in a storm is the best place to be. And this is what Jesus is trying to teach his disciples, that they can have the peace in the storm that he has all the time. Because he knows that God is good, always good, that he loves us, he cares for us, he's merciful and kind. You are not under a curse. You are not abandoned by God. You are loved by him. Trust that whatever storm you're going through, God will carry you through and he will calm the storm. Run to Jesus. It's the best place to be. I think Jesus was calm because he had power. That's true. Jesus was calm because he practiced the disciplines that keep a person calm. He spent a lot of time in prayer. He went to lonely places. But most of all, Jesus lived in the Father's love.
So I want you to know that part of being a disciple is to inherit this covenant promise of his peace. That's why Jesus says in the departure sermon in John chapter 14, he's about to go to the cross and he's promising the Holy Spirit. And he says, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you." And then he says, "Peace. Peace I leave you. My peace I give you." Think about that. He wants you to have the same kind of peace that he has. So much serenity in the storm, you could take a nap. You just are so confident and trusting of God's goodness and faithfulness in your life that even though you may be confused and even though things may be going on around you, you know this will be okay. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. It will be okay. You can trust in the Lord. So the first step, we're going to continue to talk about this over the next few weeks, and we hope that you'll keep coming back to church and watching on television and online and follow us through this. But there are many disciplines we can practice to train our minds and our hearts to be serene. But the first and the most important thing is to trust your life and your death to Jesus Christ. If you don't do that step, nothing else matters. So many of us, maybe here in the church or many watching around the world, have been on the fence about the Lord. We've been on the fence about becoming a Christian or being a disciple of Jesus. Today is a great day to give your life to him. Think about how our fear of death and our fear of hell or fear of all of these things drive so many of the foolish things we do in life, drive so much of our lack of serenity. And so trust your life to Jesus. Amen? So we trust it to God. We trust it to the Lord. Father, we thank you. And I pray, Father, for everyone under the sound of my voice, that you would send your Holy Spirit to bring serenity, tranquil mind, peaceful heart, that we can receive from you all the promises that you've made available to us. Help us to be like Jesus. Help us to relax and to rest and to trust in you. Help us to be present, to be here today, not anywhere else. Lord, we love you and we thank you, and it's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Een mooie oproep van onze Bobby. Die zegt, laten we net als Jezus de rust bewaren te midden van de storm. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Hour of Power. En ook bemoedigd. En al stormt het in je leven, hij is erbij. Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.